Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Het trekken wat wolkenvelden van het oosten uit over ons land, maar er zijn ook nog brede opklaringen. Met in eerste instantie wat mist in het zuiden en ook temperaturen onder het vriespunt. waar het kwik loopt op. En dan zijn die mistkansen ook snel verkeken. In de loop van de ochtend af en toe zon-temperaturen iets boven het vriespunt. Op de meeste plaatsen blijft het droog en een zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanmiddag wordt het 3 tot 5 graden. Met de zon er af en toe bij en verder weinig verandering. Het is redelijk rustig weer. In de avond gaan de temperaturen vlotter richting het vriespunt en in de nacht kan het Plaatselijke graadje vriezen, vooral in het binnenland met hier en daar ook een enkele mistbank. En de temperatuur komt morgen dan maar heel langzaam omhoog. Uiteindelijk wordt het 2 of 3 graden. Met af en toe zon, de meeste zon in het zuiden van het land, in het noorden wat hardnekkiger wolkenvelden en een iets aantrekkende wind uit het oosten. In het Waddengebied kan het zelfs vrij krachtig waaien met windkracht 5. Vrijdag dan, temperatuur iets boven het vriespunt, een matige oostenwind af en toe de zon. Rustig weer na een nacht met lichte vorst. Ook in de nacht naar zaterdag kan het nog licht vriezen. En laat op zaterdag trekt het dan van het zuidwest uit neerslag het land in. Kan wat natte sneeuw vallen? Zondag loopt het kwik op. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.